Het is weer tijd voor fanmail. Hoi, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe editie van Donderdag. Een tijd geleden had ik een video gemaakt over 5 stellingen over Don. Nou, die kwam, ik geloof, op 3 december online. We zijn nu een tikkeltje verder, maar ik heb de antwoorden voor je. Misschien is het handig als je even de antwoorden erbij pakt. Misschien had je nog een reactie staan onder de desbetreffende video. De link daarvan staat in de beschrijving. Dat is wel handig, want dan word je er gelijk naartoe geteleporteerd. Ik hoop dat je de antwoorden voor je hebt, want de eerste vraag was dit. Doe ik aan sport of heb ik ooit aan sport gedaan? A. Ja. B. Nee. En het antwoord daarop was... Dromgeroffel alstublieft. Ik heb van jongs af aan tot ongeveer 15, 16 jaar heb ik aan voetbal gedaan. Ik speelde voornamelijk links achterin en dat is het enige wat ik deed. Ik verdedigde. De tweede vraag. Wat is nu mijn favoriete gamegenre? A. Shooters. B. Strategiegames. Of C. Open world / sandbox games. En het antwoord daarop luidt... Uiteraard zijn schietspelletjes mijn favorieten. Ik vind het gewoon heerlijk om eventjes een wapen te nemen, eventjes weg van de realiteit en dus gewoon een paar kopschootjes schieten. Vraag nummer 3. Wat was mijn eerste online multiplayer game waarmee ik ooit was begonnen? A. Counter-Strike. B. StarCraft. C. Warcraft. Of D. Call of Duty? Antwoord 3. Mijn broers kochten destijds Half-Life 1 en daarbij zat dus uiteindelijk ook een pakketje. Dat was Counter-Strike. Zo was ik ooit begonnen in Counter-Strike 1.3. En zo, dat was dus mijn eerste online multiplayer ervaring. Vraag nummer 4. Wat was de eerste game waar ik ooit video's over begon te maken? A. StarCraft 2. B. Call of Duty Modern Warfare 2. Of C. World of Warcraft. En het bijbehorende antwoord? Dit is een beetje misleidend, aangezien de vraag luidt... Wat was mijn eerste game waar ik ooit video's over begon te maken? En niet waarmee ik op YouTube begon. Want oorspronkelijk begon ik mijn video's te maken op Google Video en Vimeo. En dat was World of Warcraft. Last but not least, vraag nummer 5. Welke gameontwikkelaar / uitgever is mijn favoriet? A. Bethesda Softworks. B. Blizzard / Activision, want het is hetzelfde bedrijf. C. Electronic Arts, oftewel EA Games. D. Valve Software. E. Nintendo. Of F. Ubisoft. En het antwoord op de laatste vraag is... En deze had je op zich ook eigenlijk wel kunnen raden, want Counter-Strike, dat staat gelijk aan Valve Software, dus vandaar 1 en 1 is 2. Nu ben ik eigenlijk best wel benieuwd, hoeveel van de 5 vragen had jij eigenlijk goed? Dat mag jij achterlaten in de onderstaande reacties, maar nu gaan we eventjes verder. Je zou kunnen zeggen, wat zijn de volgende 5 stellingen? Gaan we niet doen. Wij gaan weer eens fanmail openen, want het werd weer eens hoog tijd daarvoor. Ik heb hier een hele simpele kaart, Game Meneer, en er staat op... Don of Game Meneer, je video's lijp. Huh? Groetjes Daan uit Twente. Maar je video's lijp? Ik snap... Dankjewel voor Don. Ik heet Isa. Ik kijk al je video's bijna dan. Ik kijk alleen naar Sims 4-series, verder niks. Wauw, ik heb een tekening. Oké, dan zeg je... Oké. Beetje vals adverteren wat je hier doet, hè? Ik kijk al jouw video's, zeg je als eerst. Oké, daarna corrigeer je dat met bijna dan. En uiteindelijk bleek het maar dat je 1 van de 8 video's in de week keek. Beetje jammer. Ik heb een tekening. Zo'n Illuminati-oogje. Mooi, hè? Oké. Je Sims 4 is heel erg grappig en leuk. Don, als je dit leest, ik woon heel ver van jou. Groetjes, Isa. PS, ik kom uit Groningen. PPS, ik kan niet schrijven, maar ik doe mijn best. Je hebt zeker je best gedaan. Isa, bedankt voor het kijken naar de video's. Of eigenlijk de Sims video's. Ik heb hier een heel kleurrijk blaadje. Kleurtjes.
Maar op de achterkant staat ook nog meer. Dat gaan we zo direct even laten zien. Jodon, ik kijk al je video's en ik ben ook geabonneerd. Is dit al mijn video's of is het weer zo één zo'n serie? Ik heb jullie nu wel door, gluiperts. Ik zag ooit een video op D&D, dat was Wie wordt de nieuwe D&D'er deel 3? Ik vond je hilarisch en ik ben toen naar het kanaal Game Meneer gegaan. Feitelijk ga meneer. Er mist een ME. Heel veel mensen doen dat fout. Het is een beetje jammer. En ik heb geabonneerd. Ik heb twee vraagjes. Komt Milan naar de Dutch YouTube Gathering? En wil je misschien, als je daar zin slash tijd voor hebt, meer Sims 4 met Devony doen? Als je wilt, de leukste serie die jij doet, vind ik op D&D de Sims 4. Groetjes, David. Ka, dit is verdon. Eerste vraag. Komt Milan naar de Dutch YouTube Gathering? Weet ik niet. Twee, wil je meer Sims 4 doen? Ben ik mee gestopt. Dus bij deze. En op de achterkant staat nog heel veel plaatjes, babyhoofdjes, hashtags, al die meuk. Dankjewel. Ik heb hier Game Meneer. Kijk de andere kant, staat hier. Hallo Don, jij bent een van mijn favoriete YouTubers. Ik vind Rust heel erg leuk. Hunger Games en Minecraft map van een kijker. Ook. Punt. Veel groetjes van Joppe, PS. Ik ben een mail. Oh ja, ik heb nog een handmonster voor je. Bedoeling? Handmonster. Ik snap hem. Handmonster. Smiley face. Weet je wat dat betekent? Like mijn video omdat die zo kut is. Ik heb hier Hoi Don en Devony. Ik, Iseida, sorry, het is een beetje lastig te lezen. Ik vind jullie video's super gaaf. Van Devony vind ik Block Party super leuk en van Don Rust en Hunger Games. Ik wou gewoon fanmail sturen omdat ik jullie gewoon gaaf vind. Groetjes, Iseida. Ik denk dat het Iseida is. Het is een beetje lastig te lezen. Met de bijbehorende tekeningetjes erbij. Dankjewel. Oh ja, Def, jij werd hier ook aangesproken. Dus ik hoop dat je het kijkt. En anders. Anders jammer. Zo, oké. We kunnen het zo van de achterkant aflezen. Het is een stift die doorgedrukt is. Lieve Don, ik ben je grootste fan. Nou ja, 1,52 meter. Hihi. Jammer genoeg heb ik niet genoeg zakgeld voor een trui van jou. Maar dat komt nog wel. Ik kijk echt al je video's. En echt iedereen in de klas wordt gek als ik bij een videogame weer zeg, hak hem door de midden. Ik ben echt heel blij met een kanaal zoals die van jou en ik hoop dat je nog lang doorgaat. De mailtjes van Maaike uit Den Haag. PS, ik zou het leuk vinden om de reactie van Devony te zien als ze de tekening ziet. Tekening? Er zit geen tekening in. Sorry, ik kan... Ik kan de laatste PS-suggestie kan ik niet aan voldoen. Sorry Maaike. Maar alsnog bedankt voor het kijken en het sturen. Ik heb hier een tekening. Eens even kijken. Voor Don. Op je muil. K, ik ben een meeuw. Dat is deze. En ik heb hier Lieve Don en Devony, jullie zijn de beste YouTuber uit de wereld. Dit is een mislukte piece. En een kleine tekening erbij met de mislukte piece. Dankjewel, ik heb geen idee van wie het afkomt. Nee, geen idee, er staat geen afzender op. Nou, van de persoon van wie het is, dankjewel. Don, ik ben niet je grootste fan, maar ik kijk wel al je video's. Ik vind het leuk en cool, stop nooit of je verpest me leven, sorry. Nou, zo dramatisch zal het toch niet zijn. Devony, opletten. Deze is voor jou. Ik vind je video's superleuk. Leuker dan die van Don. Pluspunt, zeker. En Minecraft is super. Groetjes, Annemiek. Je hebt er ook nog even een klein tekeningetje bij gedaan. Maar ik heb nog meer. Er is nog een tekening bij. Met de tekst. Ik kan niet tekenen. Ja, sommige mensen die kunnen het niet. Dat is mooie zelfkennis. Reflecterend kijken naar je. Ik lul mezelf hier toch even vast.
Beste Don en Devony, ik ben op jullie allebei geabonneerd, want jullie zijn geweldig. Van Don moeten je zo hard lachen en van Devony ook. Gewoon omdat jullie hele flauwe grappen maken. Dat vind ik zo leuk. Groetjes Bart Hogerbrugge. PS, mijn zusje vindt je haar leuk, Devony. Hey. Met eronder nog, ik ben een meeuw. Ja, ze zijn weer aanwezig, hè. Eigenlijk als ik echt zo kijk van hoeveel post er ook voor Devony bij zat, had ze er eigenlijk bij moeten zijn. Maar ja, dat plan ik nooit van tevoren. Het is gewoon, ik zet de camera aan en ik open een brief en ik kom er opeens achter dat er ook bijvoorbeeld voor Devony tussen zit. Whoops, I guess. Het is, ja, daar kan ik weinig aan doen. Dat is gewoon zo. Dus vandaar dat ik ook hoop dat ze het kijkt, zodat het ook nog enigszins aankomt. Get it? Get it. Oké, cool. Hoi, Don en Devony. Wij vinden jullie video's heel leuk. Vooral Sims 4 met je drie kinderen en de map van een kijker. En draw a stickman epic en rust. Oké, er worden geen punten of commas gebruikt. Dat is lastig lezen. Oké. Vooral Sims 4 met je drie kinderen, map van een kijker, draw a stickman epic en rust. Veel geluk met YouTube. Tussen haakjes... Haal de 100.000 abonnees, hè? Ik heb ze al, dus ik hoop dat die naar Devony is gericht. We wensen je nog veel duimpjes en Devony ook. Dat is een duim. Er zitten bij de brief tekeningetjes. Groetjes Amy en Alice. PS, doe de groeten aan Milan en zo. Nou, bij deze. Ik bedoel, hij is er niet. Sorry. Dit is de desbetreffende duim. En dan zie je hier toevallig ook... Don, die ga ik nu eens even bekijken. Wat staat er nou eens op, Don? En dan draai je hem om. Dat is een mail. Eerlijk, die is nog geinig getekend, hoor. En hier, The Sims 4, Minecraft Hunger Games, van kijken, FIFA 15, DHD, met een blauw duimpje. Je weet wat dat betekent. Je weet gewoon niet wat dat betekent. Dus even kijken. Kaart 1, brief eerst... Hier zit de brief in. Oh, oké. Kijk, er zit zeg maar gewoon een envelop, weet je. Want er zit hier nog een klein envelopje aan geplakt. En daar zit blijkbaar de brief in. En de brief moet natuurlijk eerst gelezen worden. Dus hetzelfde als een gedichtje bij een Sinterklaas surprise, bij wijze van. Dus, er staat hier op een tekening. Hey Don, ik ben een mail. Ik zag jou op mijn iPad. Kijk, gelijk weer patsen met die iPad, hè? Ik heb Apple-productjes. Nee, dat is een geintje. En ik was gelijk verkocht. Het was hilarisch en vooral grappig. Dat is het woord wat ik zocht. Oké, maar we gaan verder. Ik vond het zelfs zo grappig dat ik meer video's heb gekeken. En ja, hoor, ik was door de Minecraft Hunger Games, Sims, Minecraft Survival door. Dus heb ik ze allemaal nog een keer... Of ben ik ze allemaal nog een keer gaan kijken. En ze bleven leuk. Daarom zijn jouw video's zo leuk. Omdat ze grappig blijven. Ik hoop dat je dit in een van je video's zet. / fanmail mag ook. Als je het doet. En veel succes met je filmpjes. Oh, thanks als je het doet. En veel succes met je filmpjes. Dank u wel, dokter. Groetjes, Devon. Je zegt Devon, net zoals Devony. Oh, Devon. Oh ja, oké, Devon. Ja, ik legde iets de benadrukking op de O. Dat was niet echt nodig. Groetjes, Devon. Zie om mijn zijde. En dan heb je Don met een staartje en Devony. Kijk, dat is een heel geinig staartje. Dat is gewoon mooi. Maar... Er is meer. Want natuurlijk zat er ook nog in de bruine envelop... zat er nog spul... Eens even kijken. Wij hebben hier achter op het cadeautje staat wat het is. Dat staat hier zo. Yo, waarom de fuck is die al geopend? Dit is letterlijk de eerste keer dat ik dit open en het is al geopend. Zit er een of andere smiecht mijn post te openen of zo? Kleinigheidje voor Don en Devony staat hierop. En daar zit in dit loombandje met een bijbehorend smiley face erbij. Dat is leuk, maar er staat hier tekst. Alleen het is een beetje... Ik zit een beetje te twijfelen hoe je het om hebt gedaan. Want je hebt zeg maar... Oké, ik zal het laten zien, right? Je bent zeg maar van onder naar boven heb je geschreven. En dat is eigenlijk... Dat gebeurt niet in de westerse wereld zoals wij het kennen. Want je gaat hier Dawn, VS, Devony. En maar normaal gesproken is het zeg maar boven naar beneden. Maar dat klopt dus niet. Dus hij is wel tof gemaakt. Zeker weten. Dankjewel.
En dan heb ik hier nog... Is dit een hoedje van papier? Oh, het is een boekenlegger. Oh, ik dacht dit is een hoedje van papier. Kijk, dan zou je toch zeggen dat hij zo moet. Ja, dat is gewoon een kek hoedje. Maar het blijkt uiteindelijk een boekenlegger te zijn met de rechterop. Lol, like. Nou ja, je weet dus weer wat je moet doen, hè, met die video's. Ik hoef het geen eens meer te zeggen. Het is gewoon letterlijk briefpapier. Die zegt het hier allemaal. En dan heb ik hier nog... Kaart met een mail. Met mislukte mail en vogelpoep wat overal een beetje verspreid zit. Bij mijn vinger dus. Hier. Dan heb ik hier nog Don Power. Ook al heb ik die term nooit gebruikt. Het is altijd geinig als hij eventjes voorbij komt koekeloeren. En hier... Een Minecraft skin. Met natuurlijk de blauw en het rode oogie. Jee meneer. Dankjewel. En dat was hem dan weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken naar deze editie van antwoorden van stellingen en fanmail donderdag. Zo, dat is lastig. En dan zie ik je graag terug bij de volgende donderdag. Elke week, elke donderdag om 7 uur 's avonds komt er een ander soort video dan normaal gesproken. Graag tot de volgende keer.